Dag beste kijkers en welkom bij alweer een nieuwe video-update over KeyPrivate. We blikken terug op de resultaten van februari. Dag Geert. Dag Christophe. Welkom. Februari is een heel bewogen maand geweest. We zagen bewegingen op indexniveau zelfs van 3, 4, 5% naar omhoog, naar beneden. Ja. Dat is al een tijdje geleden. Tegenbij momenten denken aan de financiële crisis zelfs. Ja. In de vorige video-update hadden we het over het feit dat het investeringscomité nog geen defensieve positie had ingenomen. Dat is nu wel gebeurd. Ja. Verklaar. Ja, dus inderdaad, we hebben een woelige februari maand achter de rug. Heel wat indexen zijn scherp neerwaarts gecorrigeerd. En we kijken nu even terug naar onze grafieken die we ook in de vorige video getoond hebben. Dus je weet, voor het investeringscomité is een analyse van de trends op de financiële markten heel belangrijk. Op deze grafiek ziet u opnieuw de MSCI All Countries World Index, zeg maar de referentieindex voor de wereldwijde aandelenmarkt. We hebben daar ook een 12-maandsgemiddelde aan toegevoegd. En ons discours, ons verhaal is eigenlijk vrij simpel. Als de index onder zijn 12-maandsgemiddelde zakt, dan is het moment aangebroken om wat defensiever te worden. Om met andere woorden de blootstelling aan aandelen wat af te bouwen ten voordele van ofwel cash ofwel defensievere activa klassen. Die situatie hadden we eind januari niet. We hebben die eind februari wel. Dus heel wat toonaangevende beursindexen zijn onder hun 12-maandsgemiddelde gezakt. Vandaar ook de defensieve acties, waarover later meer, die het investeringscomité ondernomen heeft. Opnieuw, als we de daggrafiek bekijken van de MSCI All Countries World Index, met het 50, het 100 en de 200-daags gemiddelde, zien we opnieuw dat de index in februari dwars door al die gemiddelden heen is gezakt. Met andere woorden, dat is het signaal om toch wat gas terug te nemen, wat defensiever te worden, wat meer defensievere activa klassen in de portefeuille op te nemen. Oftewel, uw aandelenblootstelling wat afbouwen om eventueel ook wat meer in cash, in liquide middelen te gaan. En dat is eigenlijk ook wat het investeringscomité gedaan heeft. Dus we hebben eigenlijk gezien dat de stijgende beurstrend dat die in gevaar is gekomen in februari. En we hebben daardoor ook defensievere klemtonen gelegd in onze portefeuilles. Die grafieken die je daar toont, Geert, van de beursindices, dat is niks om vrolijk van te worden. Nee, nee. Hoe hebben de portefeuilles het gedaan in februari? Ja, inderdaad, als we kijken naar de prestaties van de aandelenmarkten in februari, dan zie je toch een zeer scherpe verlies. Bijna 8,5% voor de Eurostox 50, bijna 9% in euro wel te verstaan voor de Amerikaanse aandelenmarkten, de S&P 500. En ook de beurzen van de groeilanden hebben toch wat gas moeten terugnemen in februari. Dat heeft natuurlijk ook een negatieve impact gehad op onze rendementen, en dat is logisch. We hebben in februari min 4,5% verloren in ons profiel 5, iets meer dan 6% voor een profiel 7. Dus daar ook. We ontsnappen natuurlijk ook niet aan die correcties op de markten. De cashpositie was wel 5% in februari, omdat we, zoals in de vorige video duidelijk gezegd, geen defensieve acties ondernomen hadden. Oké, Geert, dat was februari, dat is het verleden. We hebben het al gehad over een meer defensieve positie die we hebben ingenomen. Wat is er precies veranderd? Ja, laten we beginnen met ons defensief profiel, portefeuille 3. En we zien dat we daar op dit ogenblik belegd zijn voor slechts 18% in aandelen uit de eurozone. Voor de rest, voor het obligatiegedeelte, blijven we bij staatsobligaties, inflatiegebonden obligaties en de obligaties uit de groeilanden. Goud blijft eveneens in onze portefeuilles. Profiel 5, we zitten daar met 25% belegd in aandelen uit de eurozone en ook een positie in aandelen uit Amerika, de S&P 500. Voor de rest ook daar weinig beweging aan de kant van de obligaties. Wat we wel zien in het dynamischere profiel, profiel 7, dat we toch wat gas teruggenomen hebben. We hebben de cashpositie daar op 15% gezet. Met andere woorden, we hebben wat verminderd in aandelenposities. We zitten slechts 20% in aandelen uit de eurozone, 20% Amerikaanse aandelen. En we hebben ook Japanse aandelen ingeruild ten voordele van aandelen uit de groeilanden.
En ik denk dat de volgende tabel vrij illustratief is voor de beslissing van het investeringscomité. U weet, u kent ons verhaal. Als het investeringscomité ziet dat de stijgende trend in gevaar komt en dat er met andere woorden wat verkoopsignalen beginnen te komen, dan gaan we in het eerste geval de aandelenblootstelling wat terugbrengen ten voordele van defensieve activa klassen of de cash. Bijvoorbeeld, op dit ogenblik ziet u dat wij voor profiel 5 slechts voor 32,25% in aandelen belegd zijn, terwijl het maximumgewicht in normale tijden op 50% staat. Voor profiel 7, het dynamisch profiel, kunnen we tot 65% beleggen in aandelen. We zien dat dat op dit moment slechts 49,5% is. Dus het is zeer duidelijk, het comité, het investeringscomité heeft gereageerd op de signalen, heeft de aandelenblootstelling wat teruggeschroefd, ten voordele van defensieve activa klassen en ten voordele van cash. Oké, Geert. Buiten het afbouwen van de aandelenblootstelling, wat waren de andere beslissingen of conclusies van het investeringscomité? Ja, dus ik denk inderdaad dat de belangrijkste conclusie van het investeringscomité is dat de stijgende beurstrend dat die in gevaar is en dat we toch wat signalen zien om wat gas terug te nemen, om wat defensiever te worden. En dat heeft zich ook vertaald in onze portefeuilles. En we hebben de aandelenblootstelling teruggebracht in onze portefeuilles. En we zien vooral dat in de hogere, dynamischere profielen de cash van 5 naar 15% gegaan is. Dat is vooral zo voor profielen 7 tot en met 10. Voor de wat neutraler tot dynamische profielen is de afbouw aan aandelen ten voordele gegaan van de obligaties en de goudpositie in de portefeuilles. Oké. En zoals naar gewoonte sluiten we af met een blik op de rendementen op lange termijn van Key Private. Ja. Geert? Ja, inderdaad, dit is zeer duidelijk. We hebben ook dit jaar een impact van de correctie op de beurs. Die correctie die zich op dit moment afspeelt, heeft zich ook vertaald dit jaar in wat negatievere netto rendementen voor onze profielen. Je ziet een profiel 5 en staat voor dit jaar op -3,35% en -5,5% voor een dynamischer profiel, een profiel 7. Maar natuurlijk ook dat voor wie ingestapt is bij de start van Key Private in januari 2016, als die belegger, als die klant eind februari inlogt om de stand van zijn portefeuille te zien, dan ziet u ook dat die belegger een gecumuleerd netto rendement heeft in een uitgebalanceerd profiel van iets meer dan 5% voor een uitgebalanceerd profiel en iets meer dan 7% voor een dynamischer profiel. Ja. Op dit ogenblik maken we inderdaad wel een herstel mee van de financiële markt. Dus we hopen natuurlijk ook dat dat verder kan gaan. Dan heeft dat een positieve impact op de ontwikkeling van onze netto rendementen. Maar het mag ook duidelijk zijn. Ik denk dat op dit moment weinig analisten, economisten, noem maar op, correct de toestand op de financiële markten kunnen inschatten. Dus het herstel dat we nu zien kan ofwel tijdelijk zijn, ofwel kan dat na dit herstel dat we opnieuw een duik gaan maken op de beurzen. Niemand kan dat op dit moment voorspellen. En vandaar ook dat wij in eerste instantie tijdelijk wat gas teruggenomen hebben voor wat betreft het aandelengedeelte in onze portefeuilles ten voordele van defensievere activa klassen. Dankjewel Geert, dat is weer heel duidelijk. Ja. Kijkers, bedankt om te kijken en wij zien jullie graag volgende maand weer terug voor een nieuwe update. Tot dan, dag!